We zijn live. Ja, fijn. Hé, Hé, het is sorry, gelukt. sorry, sorry. Mijn fout. Maakt niet uit, gelukkig is het gelukt. Computers. Oh, Oh, dan oh, zo last minute. oh. Ja, Excuses heel hoor. spannend. Eén Maakt ding, niet één groot voordeel. We hebben niks voorbereid, dus dat wordt het meest spontane gesprek ooit. Dat is leuk. Ja, sorry, ik moest ook even iets anders regelen, inderdaad, maar het is gelukt. Hé, gelukkig. Ja. Ja. Welkom, Monique. Ja. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Ja. Laat even weten, mensen die kijken, of het geluid goed is en of jullie niet al te lang hebben moeten wachten. Ja. En of wij luid en duidelijk overkomen. Ja. We zijn in ieder geval heel blij dat je er bent. Ja, nou, we zijn extra blij dat het gelukt is nu, hè? Ben je extra dankbaar? Ja. Goedenavond, oké. Okay. Is Har het... Martine, zijn wij goed te horen? Ja, we zijn heel En goed te benieuwd. zien? Geluid is goed. Geluid is goed. Nou, fijn. Super. Ah, nou, fijn jongens, altijd spannend. Even in- en uitademen. Ja, Ja, we precies. kunnen weer in- en uitademen. Nou, Ja. Binky, vertel jij eens wat. Ja. Nou, we dachten qua Y-Stripe van wie zouden we uitnodigen? En toen dachten we aan Vrouwen voor Vrijheid. We zijn natuurlijk een paar keer bij die mooie manifestaties geweest. Ja. En wat ons opviel is dat altijd alles zo mooi vanuit liefde en vrede gaat. En we hebben natuurlijk ook contact met jullie. En het voelt altijd zo warm. En we dachten van hoe mooi is het om een gesprek aan te gaan en kijken van ja, waar komt dat Vrouwen voor Vrijheid eigenlijk vandaan? Wat is precies de gedachtegang, het idee? Dus daar wilden we met jou vandaag het gesprek over aangaan. Ja. We denken dat jullie manier heel goed past bij de Y-Stripe en En bij deze ja. tijd bij ook. deze tijd, de nieuwe Ja. wereld. Ja. Dus kun je ons een klein beetje meenemen in ook de aanloop daar naartoe, dat je daarin ook een klein beetje vertelt over jezelf, wat je doet, wat je gedaan hebt en hoe je gekomen bent bij uiteindelijk samen met een goede vriendin de Vrouwen voor Ja. Vrijheid op te zetten. Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat is de introductie en dat is helemaal likewise. Hè. Dat weten jullie. Ja, het begon, nou ja, persoonlijk voor mij, ik ben een psycholoog, ik heb een eigen bedrijf met mijn man samen. En ik geef veel trainingen in over hoe het brein werkt, onder andere en ook hoe het programmeren werkt. Wij begeleiden ook veel managementteams, dat soort dingen. En ik werd vorig jaar in april, zo eind april, begin mei. Had ik het idee van, in de media, als ik zo beluister, krijg ik een raar gevoel. Klopt iets niet? Ik merkte dat bepaalde technieken gebruikt werden om ons echt heel erg in angst te krijgen. Met name ook heel veel beeldmateriaal, wat dan naast zeg maar, de woorden werd gekoppeld. Beelden gaan rechtstreeks het onbewuste brein in. En ik ben op een gegeven moment eigenlijk toevallig bij iemand terechtgekomen. Rachid Bouttar is dat, die een wereldwijde meditatie deed. En ik wilde daaraan meedoen. En ik ging hem eens googlen, want ik kende hem eigenlijk nog niet zo goed. En hij had meteen een heel heftig verhaal. Eigenlijk het hele verhaal, zoals het afgelopen jaar zich heeft afgespeeld, dat vertelde hij vorig jaar in mei al. En hij had ook contact met Julie Mikovic, Sascha Stone. Nou, dus ik werd eigenlijk meteen aan mijn lurven down a rabbit hole getrokken. En niet dat ik alles meteen ook voor waar aannam, maar ik dacht wel van wat een bijzonder verhaal. Dus ik ben toen zelf heel veel onderzoek gaan doen. Dat was echt letterlijk dag en nacht. Dus ik heb de eerste paar dagen ook dat ik dacht, nou, wat is er aan de hand? Dit is echt groot. Dit is heel groot. En ik had in het begin ook het gevoel dat ik een van de weinigen was die dit zag. Want iedereen met wie ik erover sprak, die had zoiets van, nou, dat kan helemaal niet. Of dat geloven we niet. Of... Nou ja, in ieder geval, op een gegeven moment heb ik Kirsten Alvens gebeld. Een vriendin van mij, die ken ik van een meditatieopleiding van Joe Dispenza. En ja, ik vroeg haar van, hey, hoe zit jij er nou in? En ja, ze had hetzelfde als ik van, ja... Klopt niet en ik ben dingen aan het onderzoeken en ik kan het niet plaatsen. En toen zei zij van ja, ik heb zo'n beeld van een vrouwenmars. We hadden toen nog zo'n romantisch beeld van een vrouw in witte kleding met van die bloemetjes, weet je wel. En met z'n allen in een lange slinger en lange rokken. Maar ik had ja, met een groep vriendinnen hier in Den Bosch, wij hadden eigenlijk hetzelfde beeld. Ook zo'n lange slinger met die witte kleding en bloemetjes in het haar. Dus wij zeiden ja, dat is wel heel bijzonder. Dat we die beide beelden kwamen echt zo bij elkaar. En een vriend van haar, dat is ook de man in onze kerngroep, Skip, die was er ook bij betrokken in het begin. Dus met z'n drie hebben wij toen bedacht, ja, dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we organiseren. En daar is eigenlijk het zaadje geplant, zeg maar. En langzaam en zeker zijn er vrouwen bijgekomen die wij ofwel al kenden of waar we van dachten, zoals Romy Quint bijvoorbeeld, die had ik bij Sven Hulleman gezien. En ik dacht, wat een interessante vrouw is dat. En ik heb haar gewoon eens gebeld. En ja, we hadden meteen een klik. En die wilde ook meteen
toegevoegd worden aan het team. Dus zo langzaam en zeker zijn we eigenlijk zo gegroeid. En die eerste manifestatie was eigenlijk meteen ook hoe wij het voor ogen hadden. We hadden dan nog geen witte kleding aan en bloemetje in het haar. Sommigen wel. We hadden wel die mooie drums en we hadden ook meteen een podium. Omdat we dachten van ja, waar lopen we dan naartoe? Het is ook wel fijn als je dan daar aankomt en dan is daar iets bijzonders. En kunnen we ook meteen die mensen een mooi podium bieden. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. En zijn we samen gaan werken met Ferdinand van der Neut. Die had toen ook al wat meer ervaring en wat meer contacten. Dus die was ook meteen zo'n engel die uit de hemel kan vallen. Die zei, ik ga jullie ondersteunen. Dus ik weet niet of je het hebt gezien, maar die had dus een hele grote drum op het podium. Samen met Remco. Dus die onthaalde ons toen naar die mars op dat veld in Utrecht. En ja, dat was magisch. En we hadden ook meteen een magisch podium. En daarna hadden we ook al meteen het idee van, nou, oké, dit kunnen wij dus blijkbaar. Dit gaan we vaker doen. Omdat we ook heel veel goede reacties kregen van mensen die het een hele fijne en veilige setting gevonden hadden. We krijgen nu ook een comment van Yvonne Hageman. Dit heb ik ook gedroomd. Ongelooflijk. Allemaal vrouwen in witte kleding in een lange lijn. Kippenvel. Oh, mooi. Ja, misschien moeten we nog een keer die witte kleding erbij. Ja. Sowieso kunnen mensen die meekijken, Wise Tribers die meekijken, vragen stellen. Dat vinden we leuk. Heel graag. Er zijn nu bijna 300 mensen, dus heel fijn. Heel fijn dat jullie er zijn allemaal. Hé, en Monique, hoe groot is Vrouwen voor Vrijheid nu? Hoeveel aanhangers of volgers, of hoe moet ik dat noemen, hebben jullie inmiddels? Ja, we hebben een officieel bestuur van 4 personen en we hebben een kerngroep van 10. Dus dat zijn wij zelf. En dan hebben we nog zo'n soort van cirkel om ons heen, waar ook jullie in zitten, zeg maar alle mensen die, met wie we samenwerken of die ons lief zijn. Als actieve leden, zeg maar, om het zo te zeggen. En dan hebben we, ja, op social media hebben we nu ongeveer 40.000 volgers. Dus 20.000 of 19.000 op Facebook en volgens mij ook zoiets op Instagram, ietsje minder. En we hebben iets van bijna 7.000 mensen op YouTube die geabonneerd zijn. Die ook telkens, nou ja, onder andere ook jullie mooie speeches hebben gehoord. Dus daar hebben wij al het materiaal geplaatst wat wij gedaan hebben in het afgelopen jaar. Dus het begint wel echt heel echt flinke vormen aan te nemen nu. Ja. Hey, wij vroegen ons af net, ben jij altijd al een vrijheidsstrijder geweest? Zat dit al in het bloed? Of is dit iets wat nu door de situatie ineens nu naar boven komt, dat je zelf ook iets hebt van, wauw, ik had nooit gedacht dat ik op deze manier me zou profileren? Nou, dat laatste sowieso had ik nooit gedacht. Maar het zit sowieso wel bij mij in mijn bloed. Dus ik heb 2 ouders die altijd voor anderen klaarstaan. En eigenlijk hun hele leven lang van alles hebben opgezet. Mijn vader heeft dansscholen voor geestelijke gehandicapten opgezet. Mijn moeder heeft lang bij de Zonnebloemen gewerkt. En ze hebben samen ook in Afrika hebben ze jarenlang gewerkt voor de AIDS-wezen om daar scholing voor te regelen en huisjes voor te regelen. Mm-hmm. En ik ben daar ook wel bij betrokken geweest. Ik heb met mijn vader ook een paar keer in de townships daar gewerkt. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Ik was ook heel trots, want mijn ouders hebben als enige echtpaar ooit met z'n tweeën tegelijkertijd een lintje gekregen. Dus nou, ik heb dat altijd al meegekregen van mijn vader en moeder. En wat ik wel zelf met Michiel samen, mijn mannen, die kennen jullie ook. Wij hebben een aantal jaar geleden bij een vrouw ontmoet die illegaal in Nederland woonde. Een Ethiopische, het was toen echt nog heel jong, het was toen net 19. En daar hebben wij 2,5 jaar echt voor gevochten om haar een verblijfsvergunning te doen krijgen. Oh ja. En dat heeft ons wel, ja, ik heb wel toen dit begon, dacht ik, oh ja, dat was een soort van generale repetitie of zo. Ja. Want die strijd die duurde echt lang en die was voor haar natuurlijk helemaal ontzettend, ontzettend zwaar. Want ze leefde al toen al vrij lang illegaal. En er was een grote fout gemaakt. En toen ik daarachter kwam, toen had ik zoiets van, ja, dit kan niet. Er moet iemand zijn die voor haar opstaat en die dit goed gaat maken. Hmm. En dus ik heb in die zin wel de ervaring om daarvoor te strijden voor vrijheid. En het bijzondere, ja, precies, rechtvaardigheid. En het bijzondere was wel dat aan het einde van het jaar dat zij haar verblijfsvergunning kreeg, toen had ik wel bedacht van, nou, ik zou eigenlijk wel heel graag een jaar wat minder willen werken. En zoveel willen verdienen dat ik een jaar buffer heb om minder te kunnen werken. Om ook andere vrouwen te helpen met die vrijheid. Dus ik heb dat ook echt gemanifesteerd in een opleiding die ik toen deed. En ik had nooit kunnen bedenken dat het uiteindelijk dit zou worden.
Dus jij hebt dit gemanifesteerd. Nou ja, sorry. Ik denk niet dat ik zoveel macht heb, maar het was wel bijzonder om te merken dat ik dacht, oh ja, ik heb het echt wel gevraagd, zeg maar, dat ik die rol zou mogen krijgen, maar nooit in deze zin bedacht. Ik ben wel heel benieuwd hoe je de vrouwen ziet, want het gaat echt om vrouwen voor vrijheid, maar ik hoor ook dat mannen heel erg welkom zijn, hè, en ook eraan meewerken. Maar zeker. Hoe je dat ziet voor vrouwen en wat we kunnen brengen als vrouw zijnde in dit. Ja. Ja, dat is een mooie vraag. Wij zijn eigenlijk niet per definitie begonnen met we gaan alleen maar iets met vrouwen doen of zo. Maar we waren toevallig met een groepje vrouwen hier in een bos. En ja, Kirsten was een stuk vrouw, dus toen op een gegeven moment hadden we het over, nou, was een goede naam. En toen zei Kirsten van, nou, misschien is Vrouwen voor Vrijheid wel een goede naam. En dat pakte meteen, dus een alliteratie, bek lekker. En we waren ook gewoon met heel veel vrouwen bij elkaar. En het viel mij ook op dat ook hier de groepen hier in een bos, dat het voornamelijk vrouwen waren die aan het opstaan waren. Ik denk ook wel, we zitten ook in die Age of Aquarius, het past ook gewoon in de tijdsframe waarin we zitten. Mm-hmm. En wat ik heel mooi vind van vrouwen in dit geval, is dat er een hele mooie combinatie is van die zachtheid en die bedding, maar tegelijkertijd ook doortastendheid en daadkracht. En omdat het natuurlijk nu ook, ja, ze komen aan onze kinderen, hè? Ze komen aan de volgende generatie. En dan worden vrouwen wel echt leeuwen, leeuwinnen. Dus wij hebben eigenlijk meteen ook wel zoiets gehad van, ja, dat is ook hoe wij ons voelen. Van, ja, ik heb toen in Utrecht gezegd van, iedereen die gaat staan, gaat nooit meer zitten. En dat voel ik ook echt nog steeds zo. Want het is echt niet een idee van dat wij er nog mee gaan stoppen of zo. Totdat we denken van, nou, nu past het op te stoppen. Maar er is gewoon nog zoveel werk te doen. En ik denk dat die vrouwen daar een hele mooie verbindende rol in kunnen spelen. En ik merk ook aan Tijn, ook aan jou, hè, maar ook aan Ferdinand en ook aan Nichols en andere vrienden die we hebben opgedaan op de reis hier naartoe. Dat ze een soort van bedding zo, alsof ze echt achter ons staan. En dat voel ik bij Michiel ook echt zo. Die zit van, oké, ga jij maar naar voren. En ik steun jou. En hij doet hier de kinderen als het nodig is. Of hij werkt wat meer, weet je wel. Dus, ja, het is mooi dat je dat zegt. Want ik herken dat heel sterk. Ik heb jarenlang, toen ik ging mediteren. Toen heb ik gemediteerd bij een organisatie. Die werd geleid door vrouwen. En ik had toen ook al het idee van, dat was echt eind jaren 80. Van vrouwen moeten nu naar voren. En wat zij altijd zeiden, was van sisters in front and the brothers are the backbone. En dat gevoel, weet je wel. Dus de vrouwen, want dat vind ik ook zo mooi van Vrouwen voor Vrijheid. En dat was ook een reden waarom Bienke en ik direct mee wilden doen. Omdat we voelden van, dit gaat niet uit de hand lopen zoals veel manifestaties of eigenlijk meer dan demonstraties vaak toch uit de hand lopen. Omdat er dan een overdosis testosteron op een gegeven moment komt, of boosheid. En wij beiden willen daar niet tussen staan, omdat we ons daar gewoon heel oncomfortabel bij voelen. En, maar ik had direct het gevoel, als dit door vrouwen wordt georganiseerd, dan kan dat bijna niet uit de hand lopen. En daar wil ik heel graag onderdeel van zijn. En toen begon het ook met een drumcirkel. En toen ben ik ook letterlijk achter Bienke gaan staan. Zo krachtig. Ja, zo van, oké. Bienke, stap naar voren, maar I got your back. Super mooi. Ja, dat is echt geweldig. Wat ik heel mooi vind is ook dat het voor vrijheid is. Ja. En ik vroeg me ook af wat jullie idee daarbij is, om dat voor er zo duidelijk ook bij te zetten. Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan echt gevoeld van, we gaan niet demonstreren, we zijn niet ergens tegen. Ook vanuit mijn eigen vakgebied, hè, op het moment dat je ergens tegen bent of je benoemt wat je niet meer wil of je geeft iemand anders de schuld van waar je in zit, dan ben je eigenlijk telkens gericht op datgene wat je niet meer wil en wat je ook niet meer wil voeden. Ja. En ik denk dat wij hebben echt wel bewust voor gekozen, ook in taalgebruik, maar ook in de stijl van hoe we ons presenteren, dat we echt iets willen creëren, iets willen. Ja, we hebben echt heel veel creatiekracht. Hè? Dat is een woord wat Romy Quint heel vaak gebruikt. Van, wij creëren echt met elkaar heel bewust wat we wel willen. Dus wij kijken ook echt naar de kant, naar de toekomstkant, zeg maar. Van, ja, hoe zien we dat voor ons? En we proberen ook met onze podia daar een goed midden in te vinden. Want ik denk wel dat het goed is om te benoemen wat er speelt. Want als je alleen maar gaat zeggen, ja, we gaan die kant op. En je hebt helemaal geen oog voor wat er is nu. Dan heb je daar ook geen eerbied voor. Want ik denk dat wat we meemaken is zo bijzonder en zo uniek. Maar ook zo moeilijk. Dat het ook, nou ja, ook systemisch belangrijk is dat we dat ook benoemen. Dat het er ook echt is.
Ja. Maar wij proberen daar wel een balans in te krijgen. En ik heb bijvoorbeeld net gesproken met Evelien Peters, een van de sprekers zaterdag. En echt een superleuk gesprek, ook even gehoord wat ze gaat vertellen en een beetje zo afstemmen op de andere sprekers. En zij zei ook echt heel mooi van, uiteindelijk creëren wij onze eigen gevangenis en daar moeten we eigenlijk uit zien te blijven, want die is er eigenlijk niet als we hem niet als zodanig zien. Terwijl als je gaat demonstreren en je hebt allemaal leuzen van waar je tegen bent, dan voed je eigenlijk telkens datgene waarvan je eigenlijk een andere, daar wil je eigenlijk weg van gaan bewegen. Ja. Ja, helemaal, hè. En mag ik vragen van, ik herken dat bij mezelf ook, hè, dus in mijn filmpjes, die ik dan 's morgens post en dergelijke, ik probeer het altijd heel positief te benaderen en ook zoveel mogelijk het midden te houden, weet je wel, dus niet te polariseren. Maar ik merk wel dat ik desondanks niet eraan ontkom dat ik af en toe ook wel best heftige reacties krijg. Mensen die zich aangevallen voelen of mensen die niet begrijpen dat ik een wappie ben geworden of zo, of vinden dat ik een complotdenker ben of wat dan ook. Hoe ga jij daarmee om in je persoonlijke leven met die dualiteit die je soms onbedoeld oproept? Ja, dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Hè? Ik heb dat bij jou ook gevolgd en ik ervaar dat zelf ook als een lastige balans, want wij proberen ook aan te geven, en ik zelf ook, van ik ben geen virusontkenner. Ja, dus ik heb ook niet mijn ogen dicht voor mensen die ziek zijn geworden of die daar nog steeds ziek van zijn. Mooi. Alleen wij zien wel iets anders ook gebeuren. En waar misschien sommige mensen denken van, nou, mensen zijn ook echt heel ziek geworden. En dat maakt alle andere stappen ook goed. Dus ik hoef niet meer na te denken, want de overheid denkt voor mij na over wat het beste is. Ja, dat ben ik niet. Zo ben ik nooit geweest. Ik ben ook niet zo opgevoed. Dus ik ben echt een kritisch denker. Dus toen ik onderzoek ging doen, toen kwam ik ook heel veel virologen tegen, maar ook artsen die zeiden van, jongens, dit klopt helemaal niet. En ik ben toen heel veel onderzoek gaan doen. En het viel mij op een gegeven moment op dat die mensen die dat die dat vertelden, dat die gecensureerd werden. Waarvan ik dacht van, ja, er is echt ook iets aan de hand. Want waarom mogen deze mensen niet gehoord worden? En wie heeft daar baat bij als dat niet gehoord wordt? Ja. En ik ben wel echt gaan grasduinen in wat er allemaal speelt. En ook het idee, hè, van dat wij nu zeggen, je bent een complotdenker. Dat is ook niet voor niks. Hè? Want de CIA die heeft het woord conspiracy theorist heeft die in het leven gebracht. Na de aanslag op Kennedy. Om er maar te zorgen dat niemand zou gaan gasduinen in wat er misschien werkelijk gebeurd zou kunnen zijn. En het leerde mij ook als psycholoog van, oh ja, het is dus in die zin bijna makkelijk om iemand bepaalde dingen te laten denken, bepaalde dingen te laten zeggen, doen en voelen. En wij zeggen, als wij een training geven of voorbereiden, zeggen we vaak van, oké, wat willen we dat mensen doen, zeggen, voelen en denken na afloop van zo'n bijeenkomst. Hè? Dat ken je misschien, jullie hebben het ook altijd iets wat je dan organiseert en dan wil je iets bereiken daarmee. Ja. Ik heb het gevoel dat ze ons ook zo op dezelfde manier aan het programmeren zijn. Dus wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat als jij een filmpje post, dat anderen zeggen, ja, je bent een complotdenker, Tijn, want ABC. Ja. En dat ervaar ik zelf ook wel. Ik heb niet persoonlijk daar heel veel nare berichten of zo gehoord of zo. In die zin ben ik ook niet zo'n bekende naam als dat jij dat bent. Dus dat scheelt denk ik wel. Ja. Maar wat ik wel in mijn eigen omgeving heel erg ben tegengekomen, wat ik echt heel moeilijk vond, is dat toen ik doorkreeg van, hé, hier is iets ernstigs aan de hand. Dit is erg. Dit is groot. Dit is misschien wel voor ons mensen, voor onze toekomst, een heel cruciaal moment. Hoe gaan wij hier met elkaar mee om? Ja. En dat ik een paar mensen heb gebeld in mijn eerste onderzoeksnachten, zeg maar, dat ik heel weinig sliep en dat ik een paar goede vrienden opbelde en zei van, hé, maar volgens mij is dit er aan de hand, zou je eens mee willen kijken? En ik ben wel iemand van dingen doen, manifesteren. Dus ik zei, oké, wat gaan we eraan doen? Hè? Ja. Dit is volgens mij waar. Oké, waar hebben we invloed? Hoe groot is de invloed? Wat kunnen we organiseren? Hoe kunnen we onze gaven inzetten om de tijd te keren? En toen viel mij op dat niemand zei van, ja, ik doe met je mee. Of ik zie het ook. En zelfs ook een paar mensen zeiden van, nou, weet je, stuur mij maar geen informatie meer. Want ik word er ook een beetje naar van. Of ik heb er geen tijd voor. Of... Ja. Dus ik voelde me toen best wel alleen. Ja. Ja, dat is ook een vraag trouwens hier die daar helemaal op aansluit. Hoe reageerde je directe omgeving toen je aangaf dat je naar voren zou treden? Waren er mensen
kan ik het nou niet meer lezen. Die het echt niet begrepen. En hoe ging je daarmee om? Dus eigenlijk dat laatste, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? En ga je in discussie proberen met, want dat is natuurlijk ook iets wat ik denk dat veel, je wil mensen ook waarschuwen, denk ik, voor de gevolgen, met name voor zo'n vaccin, waar we nu natuurlijk mee, het gaat je natuurlijk ook aan het hart. Zeker, ja. Ja, nou, ik denk dat mijn initiële reactie geen schoonheidsprijs behoeft. Mijn vrienden om me heen, ik had wel zoiets van, word wakker, dit is heel erg. En dit moet je allemaal zien. En ik ging allemaal mensen bronnen sturen. Mijn eerste dingen die ik deed was ook dat ik allemaal bronnen die ik dan in mijn nachtelijke uurtjes verzamelde, ging dan bij elkaar zetten met een mooi stukje erbij. Hoe lang het duurde, wat het was, wie het was, wat erin stond. Om mensen maar te motiveren om te gaan bekijken. En toen zei in eerste instantie ook aangaven van, ik zie het niet zo. Sorry, ik zie het niet zo. Toen werd ik ook wel echt verdrietig daarvan ook. Want ik merkte namelijk dat de mensen met die ik het wilde vertellen ook niet de moeite namen om het te bekijken of om het te lezen. En ik merk dat nog steeds, dat de mensen die het niet zien, ik probeer nog wel eens met iemand echt een gesprek aan te gaan, maar dan zeggen ze wel eens van, jij bent al een jaar aan het onderzoeken en jij weet veel meer dan ik. En, dat valt mij ook op, dat mensen ook zeggen van, ik wil het niet weten. Ja. Ik wil het niet weten. En dat Maar weet je, ik snap dat in er zijn heel veel zaken waarvan ik denk, joh, laat het over aan de overheid of laat het over aan specialisten. Maar dit gaat zo over ons. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dit niet wil weten. Ja. Ja. Nee, precies. En dat had ik in het begin ook, dat ik dan bijvoorbeeld zei van, maar je hebt toch al kinderen? Of dit is toch ook hun toekomst? Maar daarmee kwam ik eigenlijk ook op het terrein van hun eigen persoonlijke autoriteit en autonomie. Van, jij bepaalt niet voor mij wat ik nu moet gaan doen. Hmm. En toen dacht ik, touché, want ik voel dat ik invloed heb en ik ga wel iets doen. Ook al vind ik het ook rete eng, want het is niet dat ik dat nou in die zin heel makkelijk doe. En ik vind het ook spannend zaterdag, ik ga het podium ook weer openen en dan denk ik, wat ga ik zeggen en hoe gaat het zijn? Ja. Maar ik voel niet de luxe om het niet te doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik daarmee van anderen kan eisen dat zij hetzelfde doen of ook op gaan staan. Nee, er zit ook dat woordje voor weer in. Je moet ergens wel voor zijn of het zelf willen natuurlijk. Hè? Ja, en ik denk ook echt zien. Want op het moment dat je het niet leest en niet naar bepaalde video's kijkt, dan kun je ook nog bepaalde dingen zeggen. Dan hebben we weer van, mensen zeggen bijvoorbeeld vaak, ik heb er geen tijd voor. Of het, als ik de overheid niet meer kan vertrouwen, dan ben ik nergens meer. Die hoor ik ook heel vaak. Hmm. Of ze zeggen, ik ben geen specialist. Laat het over inderdaad aan de specialisten. Ja, dan zijn ze ook niet bereid om die filmpjes te kijken van andere specialisten. Dus ze zeggen ook vaak van, maar jij gelooft dingen van social media. Hè? Ja. En ik kan dan dingen zeggen over de mainstream media. Ja, maar jij gelooft social media, jij gelooft YouTube. Ik zeg, ik geloof YouTube niet. Ik geloof de artsen die op YouTube gecensureerd worden. En daar ben ik naar benieuwd. Want zij hebben veel meer te verliezen dan de artsen in het OMT of de virologen die ons informatie vertellen, die betaald worden door overheidsinstanties. Ik vind het fantastisch. Nu de artsen die opstaan, zijn Evelien Peters ook, wat zij heeft neergezet. Ja, daar heb ik ontzettend veel respect voor. Zij heeft veel meer te verliezen dan alle andere artsen die het overheidsnarratief vertellen. Ja, mooi. Mooi dat je dat zo ziet. En ook mooi dat je die mensen ook eer aandoet, denk ik. Ja. Ja, vinden wij ook, hè? Ja. Ook wel heel vaak. En je had het ook straks over van, we zijn vrouwen en we moeten ook opstaan voor onze kinderen of echt ervoor gaan staan. En er komen hier ook opmerkingen. Het gaat mij vooral aan het hart waar de kinderen in getrokken worden. Ja. Heb jij dat nou ook? Zeker weten. Weet je, ik had met die Rachid Boutar had ik wel iemand die meteen het hele verhaal ging vertellen. Dat ik dacht, als het echt gaat gebeuren, dan krijgen we wel een hell of a ride. Maar alles wat hij toen vertelde is gebeurd. Dus er is geen woord van gelogen. En ook inderdaad de kinderen die dan getarget wordt, om het zo maar te zeggen. De propaganda van de overheid. De ballonnen bij de teststraten. Dapperheidsdiploma's. Ik merkte aan mijn eigen kinderen ook in de klas dat ze dan te horen krijgen van, ik laat me meteen vaccineren als het vaccin is. Want als je dat niet doet, dan ben je asociaal en breng je andere mensen in gevaar. Ja, dat raakt mij enorm. Want die kinderen die worden eigenlijk ook meegenomen in een verhaal. Vaak natuurlijk ook het verhaal wat hun ouders dan ook vertellen.
Want je bent altijd loyaal aan je ouders. En ik zie dat mijn dochter daar ook soms best wel moeite mee heeft. Ik ben natuurlijk heel actief. En daar heeft ze ook soms best wel eens opmerkingen over van andere klasgenootjes. En dat raakt mij natuurlijk ook. Maar wat me vooral raakt, is wat ze van plan zijn. Hè, we hebben natuurlijk ook gezien dat Fauci al heeft aangegeven van... Hè, we gaan eind van het jaar zijn de kinderen vanaf 2 maanden of hè, zo echt babytjes aan de beurt. En dan een soort van idee van we gaan het heel veilig, gaan we het in tranches aanbieden. Maar dan heeft u een tijdspanne van 9 maanden of zo. Dat je denkt van hoe haal je het in je hoofd om op gezonde kinderen te gaan testen. En ook misbruik te maken van het vertrouwen wat mensen hebben in, nou ja, in dit geval is het Amerika. Maar hier gebeurt natuurlijk hetzelfde. Ja, ja. Ja, ja, dat is heel gaat hard. Mij ook heel erg aan het hart, hoor. Als het daarover gaat, dan... Komt ook de leeuw in omhoog? Nou, zeker. Dan wil ik ook echt het gesprek aangaan. En, maar ja, dan kom ik wel op dat vlak waar jij het net ook over had. Van ja, er moet ook echt een luisterend oor zijn. Ja. Ik heb dan toevallig een farmacieachtergrond. Dus ik kan ook echt wel die studies een beetje goed bekijken. Ja. En dan denk ik van, oh, nou ja, dat is echt wel spannend om zo'n experimenteel medicijn, wat werkt op DNA, zulke jonge kindjes te geven. Dus dat gaat me echt wel ook aan het hart. Ja. Dat gaat me heel hard met allemaal vragen ook, hè? Heb jij toevallig gezien dat het blad Bild ook excuses heeft aangeboden aan alle kinderen van Duitsland? Omdat eigenlijk precies wat jij zegt, hè? Dus kinderen worden in een positie gemanoeuvreerd waarin ze wordt verteld van ja, als jij niet een mondkapje op doet of als jij geen vaccin neemt, dan maak jij oma dood. Ja, precies. Dat deze vraag, ja. En, maar eigenlijk om het eventjes naar iets positievers toe te draaien, zie jij inmiddels een kentering? Zie jij inmiddels dat al jullie werk en al het werk van zoveel mensen die... Ja, opstaan, precies wat jij zegt, heel veel te verliezen hebben. Alle artsen, met name artsen, denk ik, die nu een ander geluid laten horen, doen dat niet omdat ze er beroemd van worden, rijk van worden, wat dan ook. Nee, ze hebben alles te verliezen en ze in de bres staan. Maar dat geldt ook voor jou en voor heel veel andere mensen. Ja. Zie jij dat het effect heeft? Heb je het idee dat er een kentering plaatsvindt? Ja, ik denk het zeker. Ja, ik denk het zeker. Want het mooie is, we bestaan nu ongeveer een jaar als Vrouwen van Vrijheid. We zijn een jaar geleden ongeveer begonnen met de eerste manifestatie te organiseren. Nou ja, ik denk dat ik de enige was, ook hier in de buurt, waren er heel weinig mensen die daarmee bezig waren. We zijn toen een groep gestart hier in Den Bosch. Die is enorm gegroeid. Dus daarin zie je al alles groeit eigenlijk. Ik zie het bij jullie ook. Steeds meer mensen haken aan. Ik ben ook een van de psychologen van een wereldwijde organisatie, van de World Freedom Alliance. En daar zie je ook dat we groeien met de dag. Echt, er gaat een hele grote stappen. Dus ik denk het zeker. Het valt mij ook wel tegen, als ik heel eerlijk ben. Ik ben ook niet het meest geduldige type. Maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat er een soort van leverage zou komen. Hè? Een soort van hefboom-effect van als je bij een bepaald aantal bent en dat aantal verdubbeld, dan heb je in één keer een heel grote groep mensen. Het zou me ook niet verbazen als we daar relatief snel komen, omdat er ook veel informatie naar buiten komt. Hè? Nu onder andere ook over Fauci, die toch wel betrokken bleek te zijn bij de manipulatie van het virus in Wuhan. Wat mij vanaf het allereerste idee, ik dacht, hoezo 20 kilometer van het meest prestigieuze laboratorium waar gain-of-function-onderzoek gedaan wordt en niemand mag daar iets over zeggen, want dan ben je een hele rare complotdenker en nu is het opeens, blijkt het waar te zijn. En dan denk ik, dan valt het mij toch ook nog wel tegen om op jouw vraag te antwoorden, dat ik denk, oh, maar als het verhaal, als het begin van een verhaal verandert, gewoon het allereerste begin is een ander begin, dan is toch het verhaal ook anders. Ja. Dan ga je toch nadenken over wie heeft de toestemming gegeven en waarom en wat zijn ze ermee van plan en wie is erbij gebaat. En, nou ja, ik kan me indenken ook vanuit de farmaceutische industrie, als jij de hele wereld klant kan maken met een vaccin en je kan het ook nog eens een keer gaan verplichten en nu gaan ze ook nog eens een keer jaarlijks verplichten. Ja. Ik bedoel, dat de hoeveelheid geld die je daarmee verdient, daar kan je niet eens bij voorstellen hoeveel dat is. Ja, dus ik kan me echt wel indenken dat daar geld en macht achter zit. En dat er een bepaalde lobby is die zo enorm sterk is. En dan valt het mij toch ook nog steeds wel tegen dat het zo langzaam gaat. Maar die kentering die zie ik wel degelijk. En ik hoop heel erg dat we nog op tijd zijn. En ik vind eigenlijk al dat we te laat zijn. Als je kijkt dat er kinderen al ook overleden zijn. Hè, er zijn nu ook kinderen die met hart...
ontstekingen rondlopen, maar ook kinderen die overleden zijn aan het vaccin. Ja, je moet er toch niet aan denken dat dat voor heel hele grote groepen kinderen gaat gebeuren. En dan weten we nog niet eens de middellange en de lange termijn effecten van het vaccin. Ja. Dus het kan mij niet snel genoeg gaan dat er echt een hele grote kentering plaatsvindt. Ja. En misschien wel mooi om dan ook weer die link te maken voor vrouwen, voor vrijheid en die kinderen. En alles wat ze op school horen. En dat ze eigenlijk ook, nou ja, die, maar ook hoe ze onderling natuurlijk ook een bepaald beeld vormen. Zijn jullie daar als Vrouwen voor Vrijheid ook mee bezig om daar nog meer ondersteuning of een andere stem aan te geven? Ja, zeker. We hebben ook we hebben regionale groepen waar vrouwen zich ook verenigen, ook rondom de mooi vraagstukken van scholen. We hebben een onderwijsgroep van Vrouwen voor Vrijheid. We hebben ook best een grote groep die met ons samen kijkt naar welke informatie we er naar buiten brengen. Die leggen bijvoorbeeld de wetten nog een keer extra goed uit. Of we posten filmpjes van Isaac Kriens bijvoorbeeld. Hè, die met Moederhart natuurlijk ook hele mooie initiatieven heeft rondom het onderwijs. Dus wij proberen ook vooral zo'n soort van functie te hebben dat we belangrijke informatie doorspelen. En we hebben natuurlijk met heel veel groepen contact. We hebben ook heel goed contact met heel veel groepen. Eigenlijk met alle groepen hebben we contact. Dus we proberen ook een beetje de speel in het web te zijn. En wat wij heel belangrijk vinden is dat wij een zacht geluid kunnen blijven laten horen. Dat op het moment dat meer vrouwen dadelijk gaan denken van ja, maar dit wil ik niet of dit klopt niet. En die gaan op zoek naar informatie. Dat ze dan bij ons makkelijk veel informatie kunnen krijgen. Ook op Facebook posten we regelmatig ook berichtjes over wat er aan de hand is. Hoe je het ook kunt bekijken. Hoe de wet in elkaar steekt. Want wij denken vaak dat we wettelijk heel veel verplichtingen hebben, maar dat is niet zo. Dus op het moment dat je je daar een beetje in verdiept, dan wordt het ook weer wat makkelijker te hanteren. Dus daar zijn we zeker heel druk mee. Ja, mooi. Zijn jullie ook, omdat jullie mooi, je toch je steekt je nek uit, zijn jullie ook gecensureerd? Hebben jullie er ook last van? Ja, zeker. Nou, we hebben het ook even over gehad, Tijn, over de documentaire van van Cindy Bergman, dat gaat meer over framing en over censuur natuurlijk. Ja, ik denk het zeker. Niet zozeer dat ze ons geluid... Kijk, ze laten ons geluid sowieso niet horen in de mainstream media. Dus dat zegt ook al genoeg. Want als je zoveel volgers hebt, maar ook Isa Kriens met Moederhart, die hebben hartstikke veel volgers. Er wordt niet over geschreven. De enige die in de krant komt is Willem Engel. En voor de rest eigenlijk niemand. Wij zijn uitgenodigd door de Volkskrant een aantal maanden geleden. Ze hebben een hele grote... 4 pagina breed in de Volkskrant met Pasen hebben we gehad op zaterdag editie. En ik heb de dag van tevoren heb ik echt ruzie gemaakt met de journalist die dat geschreven heeft. Sas was er ook bij, die was iets rustiger, maar ik was echt laaiend. Want gewoon de koppeling met extreem rechts, hè, dat was natuurlijk zo idioot. Dat als je ging kijken hoe vaak Forum genoemd werd, dan was dat bijna vaker dan Vrouwen voor Vrijheid, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is echt wijze... de praktiek, hè, op dit moment. Dat is echt dat zie je overal. Ja. De hele tijd, dat is de framing. Bij mij doen ze dat ook wel. Dat van, dan ben je een fascist of een nazi of een homo-hater of zo. Het is allemaal van die extreme predicaten krijg je opgeplakt, zodat je niet serieus genomen wordt. Ja, en dat is ook echt bizar, want ik vertelde over de vrouw die wij dan 2,5 jaar geholpen hebben. Zij is echt onze pleegdochter geworden. Wij vieren alle verjaardagen samen en zij is heel veel bij ons ook nog steeds. En ja, ze is Ethiopische vrouw, dus het zou ook echt heel raar zijn om te denken dat wij of dat ik heel erg extreem fascistisch ben of wat dan ook. Ja. Maar dat hebben we wel toen... Dat geldt voor ons precies zo. Ja, jullie ook toch? Ja, jij bent op tijd weggelopen van het yoga-matje, Tijn. Ik ben op tijd weggegaan, inderdaad. Ja, klopt. Ik ben op tijd opgestaan. Ja, ik denk dat Sasje heeft het echt super goed gedaan. Ik denk de meeste raken dingen uit de hele documentaire van Silverkamer van haar. Ja. Romy heeft gewoon te slimme rake dingen gezegd. Die hebben ze gewoon voor het gemak maar helemaal uitgeknipt. En dat vind ik ook censuur. Hè, want zij hebben ons echt ingeluisterd. Ze hebben ons een mail gestuurd naar aanleiding van dat stuk in de Volkskrant. Kregen wij een hele liefdevolle mail. We hebben hem ook nog een keer gepost op ons kanaal. Omdat het zo bijzonder was. Waarin ze echt zeiden van, we hebben jullie stuk gelezen. We zien de framing. Wij voelen ons eigenlijk ook net als jullie. En wij zijn ook spiritueel. Of wij doen ook yoga. Of dat is onze groep die wij kennen. En wij willen jullie het echte geluid laten vertellen.
En ik weet dat Sascha en Romy, die zeiden, dat gaan we doen. Ik zei, dat gaan we niet doen. Ik ga het in ieder geval niet doen. Ik kan dat overigens mij ook niet. Want ik, ja, ik zou daar denk ik te fel voor zijn. Of ik weet het niet. Of ik zou het misschien nog te veel... Net als jij, Tijn. Ja, ik zou misschien ook weggelopen zijn. Dat ik denk van, hey, maar dit voelt niet oké, of wat ook. Maar ik denk wel dat Sascha en Romy ook gelijk hadden. Dat ze zeiden van, ja, maar Mo, we kunnen wel op mainstream media een geluid laten horen. Want alle mensen die nu ook luisteren, hoe dankbaar we er ook voor zijn. We willen eigenlijk natuurlijk dat grote midden bereiken. Ja. En dit is een beetje de echokamer die elkaar verstaat. Maar ja, wij hopen eigenlijk ook dat we met dat geluid die middenmoot kunnen bereiken. En we hebben toch ook wel gehoopt dat de mensen die in de Volkskrant ons zagen, en ook natuurlijk ook Moederhart zagen, misschien eens een keer de moeite hadden genomen om te googlen van, hey, wie zijn het nou eigenlijk? En dan denken, nou, zo extreem nare vrouwen zijn het volgens mij helemaal niet. Misschien hebben ze wel iets te vertellen wat interessant kan zijn. Ja. Ik denk het tegendeel. Ik denk dat jullie met heel veel hart en liefde hetgene doen wat jullie doen. Ja, ja, maar je hebt gelijk. Het is inderdaad een echokamer. Ik zag laatst een film van een Engelse viroloog die heel hoog bij Pfizer heeft gewerkt. En een heel doortimmerd wetenschappelijk verhaal houdt waarin hij alles uitlegt van wat het virus is. En die man die zegt ook van, die komt uiteindelijk tot de conclusie en zegt van ja, maar ik ben I'm at my wit's end, I'm desperate, because I know that this will not reach the people that need to hear it. Yeah. En, want hij zegt van, dit is ook allemaal ingecalculeerd. Ze zijn niet bang voor me, ze weten, ik ben een heel klein spelertje. Yeah. En dat is, ik heb zelf ook ervaren, ik weet niet of jij dat ook kent, in die periode, dat is nu weer voorbij geloof ik, maar in die periode dat het ook zo extreem heftig werd geframed, dat er ook allerlei gevoelens omhoog kwamen die ik nog nooit had gehad, van dat je echt het risico loopt om, hoe moet je het zeggen, om geëxcommuniceerd te worden, om volledig gebashed, volledig zwart gemaakt, afgemaakt. Ik had zelfs beelden van bijspreken dat ik klinkt heel stom, maar dat je wordt verbrand of zo, weet je, dingen die het is heel eng. Het is heel eng om dat te voelen. Als dat een hele menigte zich tegen je keert. En dat je daar totaal niet tegen kan verdedigen. Omdat de argumenten die ze gebruiken zo irrationeel zijn. En zo ver buiten mijn... Ik weet niet eens waar ik moet beginnen als iemand mij een homofoob noemt. Of een nazi of zo. Denk ik, maar hoe moet ik me hier nou tegen verdedigen? Want het is zo totale onzin. Maar als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan is het echt bizar hoe snel zich dat verspreidt. En wat het mij liet zien, want ik heb daar even 2 dagen echt last van gehad. En toen ging ik bij mij een knop en dacht van, oké, kom maar. Weet je, als je mij kunt framen als nazi of als fascist of antisemiet, dat werd ook genoemd, dan kun je iedereen framen. En laat dat maar zien dan, weet je. Dus het is mij nu ook duidelijk dat je de media ook in die zin totaal niet kan vertrouwen. Want als je mij kunt neerzetten als fascist, dan kun je iedereen neerzetten als fascist. Dus het heeft mij ook heel veel gebracht en het heeft mij ook een soort moed gegeven. Ik denk van, oké, bring it on and keep on smiling. En ik ga door. Ja, mooie reactie. Ja, heel spannend en het is ook eng en het komt heel dichtbij. Ik heb een heel mooie vraag daarop ook. Van, ben je ook wel eens moedeloos of dat je het gewoon niet ziet zitten? Nou, ik ben op zich wel een positief mens van nature, maar ik heb afgelopen zondag waren we op het strand met een aantal mensen, was ook Nikos, was er ook, en we waren met een aantal vrouwen voor vrijheid. En toen zei ik op een gegeven moment van, iedere keer als ik dan bij jullie ben, nou, ook met jullie, dat mooie weekend dat we hebben gehad, en dan denk ik van, oh, het komt allemaal goed, en het gaat heel snel goed komen. Maar iedere keer als ik dan, zelfs in de Ecoplaza, want ik kom nooit bij de Albert Heijn, maar in de Ecoplaza heeft ook iedereen een mondkapje op, dan denk ik, oh, we zijn gedoemd. Ja. Weet je wel, einde mensheid, we wachten 26.000 jaar en we beginnen weer opnieuw. Ja, ik heb dat ook wel, maar ik moet zeggen, Tijn, dat jij me daar ook echt enorm in hebt geholpen. Want ik heb echt ook wel een tijd gehad dat ik het heel zwaar had, vorig jaar in de zomer. Ik was meteen klaar wakker in die zin. Ik dacht, oké, wat kan ik goed? Ik kan organiseren, ik kan mensen samenbrengen. Ik ga aan de bak en ik ga het doen. Maar ik zag zo weinig mensen die dat zagen zitten. Of niet dat mensen boos op mij waren, dat heb ik op zich niet gehad. Maar wel dat ze zeiden van, nou, laten we het daar maar niet meer over hebben. Want dan krijg ik maar gedoe. He, dus ook met vrienden, met familie. Gelukkig, mijn moeder is heel erg actief. Ze is echt fantastisch. Ik had ook niet anders verwacht van haar.
Mijn vader is helaas overleden, maar die voel ik ook echt heel dichtbij me. En die tet het in mijn oor af en toe van goed bezig en gaan voor. Maar ik had wel zo'n moment op een gegeven moment in de zomer dat ik dacht van, oh mijn god, het was nog niet eens mondkapjes toen. Hè. Toen had ik wel echt zo'n gedachte dat ik dacht van, wow, wat heftig. Ik had gedacht, oké, we zien het nu. Ja. Dan gaat het dus meteen vallen. Maar die mainstream media zit daar dus helemaal tussen op de een of andere manier. Die houdt zoveel informatie tegen. Mm. En toen ging ik, van een van mij zei, nou, ik heb Time Banner gelezen en dat boek heeft echt mijn leven veranderd en geeft me zoveel hoop. Nou, ook de boeken van Christine van Dreijen, die ken je natuurlijk ook heel goed. Die was ik op een gegeven moment ook aan het lezen. En toen waren we op vakantie en toen kwamen wij eigenlijk op weg naar huis, kwamen wij langs Tijdloos. En een vriendin van mij was daar en we dachten, oh, we gaan even een dagje kijken. En wij kwamen daar aan om een uur of 4:30 en om 5:00 waren jullie aan de beurt. Jullie hadden toen een hele mooie presentatie over Time Banners. Ik zei, ja Giel, hier moeten we zijn, want dit is fantastisch. Dus ik heb daar met, misschien kan je nog herinneren, mijn zoon Jesse die wilde per se op zijn skelter vooraan het podium staan. Dus die in de oranje skelter stond hij met jullie te kijken. Ja. Maar jullie raakten mij zo. En toen dacht ik, oh, wat fijn. En wat ik heel mooi vond, is dat je zo liefdevol was en ook grappig en... Ja, best wel licht ook eigenlijk van... Je ontregelde mijn brein helemaal door ook te zeggen van... Hé, maar die zwarte kant, misschien is dat eigenlijk wel de bedoeling dat die komt... om ons als mensheid wakker te schudden en te laten zien hoe sterk we eigenlijk zijn. En hoeveel invloed we eigenlijk... We hebben alle invloed. Weet je, dat is wel echt hoe ik het voel. Ja. Dus in die zin heb ik wel, als ik me even moedeloos voel, dan weet ik ook weer van... Nee, maar wij, weet je wel, als wij morgen besluiten dat we onze ja en onze nee iets anders gaan gebruiken... Dan ziet de wereld er over 3 dagen al helemaal anders uit. Dat hou ik nog steeds wel heel erg in het achterhoofd. Wat mooi, want ik was laatst, we waren op dat weekend bij Ferdinand, hè, die jij noemde. En ik was toen in een wat donkerere bui, want die heb ik ook, weet je, dat ik echt denk, omdat er zoveel mensen gevaccineerd worden, dat ik echt, oh jongens, weet je wel, dit is... Ik zag even geen weg terug, bij wijze van spreken. Ik had ook nooit verwacht dat het zo ver zou komen. En toen zei Ferdinand notabene tegen me. Die zat naast me, die zat naar me te kijken. En die zei van, ja Martijn, in Time Bender staat dat dit nou juist zo goed is. Omdat het je in je kracht gaat zetten. En dat op het moment dat je de dark side echt kunt bedanken voor de prachtige rol die ze spelen. Door je zo met je rug tegen de muur te zetten. Dat je wel in je kracht moet gaan staan. Want er is niemand die je gaat redden als je het zelf niet doet. En dus ik had echt zoiets van, bedankt Ferdinand. Dus dat heb ik ook. En ik ben blij dat jij nu ook weer Time Bender noemt, omdat ik het soms ook vergeet. Dus dankjewel daarvoor. Maar mag ik jou dan een tegenvraag stellen, wat mij dan zo bezig heeft gehouden? Van, hoe heb jij dit op kunnen schrijven? Waar kwam deze wijsheid vandaan? Ja, dat is interessant. Nou ja, ik heb net als jij, ik ben heel erg diep in dit hele verhaal gedoken. En het was natuurlijk nog voordat de hele coronacrisis begon. Ja. Voelde ik al dat, eigenlijk voel ik dat mijn hele leven al. Als ik heel eerlijk ben, voel ik mijn hele leven al, er klopt iets niet. Maar wat dan? Er is iets niet oké op deze planeet. En ik heb ook al als kind gevoeld dat ik ergens anders vandaan kwam. Daardoor was ik ook altijd enorm gefascineerd door Superman. Ik woonde als kind in Amerika en Superman was echt mijn held. Ik zag Superman op tv en ik... Ja, er was iets. En later pas heb ik eigenlijk begrepen van dat Superman... die komt natuurlijk ook uit een andere dimensie of een andere wereld. En die is hier naartoe gekomen om een rol te spelen om de mensheid te helpen. En iets daarvan heb ik altijd gevoeld. Vandaar ook dat mijn band Lois Lane heette. Weet je wel, de vrouw van Superman. Ja, precies. Dus er is een soort rode draad door mijn leven. Maar ik kon er nooit helemaal mijn vinger op leggen van... Ja, waar kom ik dan vandaan? Wie ben ik dan? En wat is er dan precies aan de hand hier op aarde? En nou ja, meditatie heeft daar natuurlijk een hele grote rol in gespeeld, waardoor die dimensies open zijn gegaan en ik toegang kreeg tot die andere zon, hè, waar Superman dan ook toegang toe had. God of Source. Maar er kwam dus een moment waarop ik me ook begon te realiseren van er is meer aan de hand. En toen ben ik heel veel onderzoek gaan doen naar andere dimensies, andere planeten. En net als jij, ik ben ook echt een extremist. Wiki is me toen gewoon volgens mij 1,5 jaar kwijt geweest, bij wijze van spreken. Helemaal erin gedoken. En toen kwam hij niet thuis van de maan bestaat niet. Ja, de maan bestaat niet. De maan is hol, weet je. Zoveel informatie. Dat is mijn maan. En toen kwam er een moment waarop ik vrienden van mij die zeiden van... je moet een meditatiemanual gaan schrijven. Want dat heb je nog nooit gedaan. En dat is echt jouw core business. Dus, ja, eigenlijk ligt dat zo voor de hand. En dat was een uitgever. Maar ik had helemaal geen zin in. Want het is voor mij heel saai, omdat ik het allemaal wel weet.
Dus, maar goed, schoorvoetend ben ik dan toch achter mijn typemachine gaan zitten. En toen ineens kwam Timebender, kwam dus door eigenlijk. Dus ik ben toen ook weer een paar maanden, denk ik, gewoon alleen maar dat verhaal kwam er doorheen. En ik weet nog goed dat ik toen op een gegeven moment weer tegenover die uitgever zat. En ik had dus het manuscript af. Ik zei van, het is iets heel anders geworden. Lees het maar. En hij zei dus toen, hij had het meteen diezelfde nacht gelezen. De volgende dag belde hij me op en hij zei, ik wil je spreken. Toen dacht ik, nou, kat in het bakkie, dan, als je het de hele nacht doorleest, dan moet het wel een goed boek zijn. Hij zei, het is een te gek boek, maar ik ga het niet uitgeven. Dit is te bizar. Oh, echt? En toen heb ik het naar een andere uitgever gestuurd. Dat is eigenlijk mijn oude uitgever. Precies hetzelfde verhaal. Te gek boek, maar ik ga het niet uitgeven. En toen uiteindelijk heb ik het zelf op de markt gebracht. Maar het is dus echt door me heen gekomen. Zal nu spijt hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik ben heel benieuwd. Komt wel een keertje. Ja, ik hoop dat het zo'n verhaal is van die man die tegen de Beatles destijds zei dat gitaarbandjes uit zijn. Ja, er wordt niks. Ja, precies, er wordt niks. Wow. Nee hoor, gitaarbandjes zijn uit. Nee, laat maar zitten. Ja, precies. Ja, ja, wauw. Dus, maar het is zo'n boek ook waarbij ik zelf inderdaad af en toe door anderen aan moet worden herinnerd van lees je eigen boek nog eens een keertje. Want nou ja, het komt door mij heen. Het is door mij heen gekomen. Zo voelt het. Ja. Jij wil wat zeggen, Binky? Ja, ik wilde zeggen van, ik heb nog een mooie vraag. Want, ja. Maar er was net ook nog een vraag tussendoor. Ik denk dat het wel goed is om daar ook antwoord op te geven. Is waar ze zich kunnen aansluiten bij groepen. Hoe mensen dat kunnen vinden. Misschien wel handig om daar een praktisch antwoord op te geven. Ja, heel fijn. Ja, we hebben Telegram groepen. Dus voor iedere provincie hebben we een eigen Telegram groep. En die kun je vinden als je bij ons in de chat bent van Vrouwen voor Vrijheid op Telegram. Staat ook vastgepind, zeg maar, in welke groepen je kunt aansluiten, meer regionaal. En je kunt sowieso kun je in de chat aansluiten. En daar delen wij ook vooral informatie. Daar hebben we ook een soort regels, hè, een soort van contract van hoe we met elkaar omgaan. Dus vooral dingen posten van je, voordat je op send drukt, bedenkt, hey, gaat dit ons sterker maken of gaat dit ons verzwakken? Dus het is wel echt een chat, een kanaal waar je hopelijk in kracht wint door daar te zijn. We zitten op Instagram, we zitten op Facebook sowieso. Dus daar kun je naar ons gaan volgen. Dus dan blijf je op de hoogte. We blijven natuurlijk die manifestaties. Dat is een beetje onze specialiteit geworden. We zeiden ook afgelopen weekend van als het dadelijk ooit klaar is, dan blijf je dat gewoon doen. Want we zijn zo op elkaar ingespeeld. Maar daar kun je natuurlijk naartoe komen. En wat wij heel belangrijk vinden is, ja, dat vind ik zo mooi in het Engels, you're holding space. Dus wij doen in die zin niet eens heel bijzonders. Wij maken de ruimte klaar en daar helpen jullie ook bij. Je Binky, jij komt ook zaterdag natuurlijk ook zingen en in de drumcirkel ons ook heel mooi de energie voor dat veld neerzetten. Zeker. Dus daar is echt een plek waar je ook komt om op te laden, om ook het leven te vieren. Want ik denk echt, het moment dat we straks terugkijken op deze tijd, dat we dan zeggen, wat stom dat we niet meer genoten hebben. Want het is allemaal goed gekomen. Kijk, als het misgaat, gaat het toch mis. Dan zullen we er niet op terugkijken misschien als het helemaal misgaat. Maar het gaat niet mis. En ik weet zeker als we straks terugkijken dat we denken, ik heb mij toch iets te druk gemaakt, of veel zorgen gemaakt. Dus kom naar die manifestaties, want daar word je echt gevoed. Dus zo kun je aansluiten. En als je echt vrijwilliger zou willen zijn, want die hebben we ook super hard nodig. Die hebben gelukkig ook heel veel. We hebben met elkaar ook een hele goede band. Dus die komen daar ook weer iets anders halen. Dan kun je ook tijdens een manifestatie bijvoorbeeld spaceholder zijn. En zorg dat alles in goede banen wordt geleid. En mensen welkom heten. Dus er zijn ook rollen voor mensen weggelegd die dat fijn zouden vinden om dat te doen. Oh, mooi. Mooi. Er wordt ook gevraagd wanneer de eerstvolgende manifestatie is en waar. Ja, dat is, nou, waar? Ja, waar? Nou, waar weten we nog niet. Ik moet even lachen, want dat is echt dat is het grootste puzzel, hè, iedere keer. Het is in ieder geval wel op zaterdag 4 september. Dus die hebben we al vastgelegd. Jij is ook heel bewust. Aanstaande dus, zaterdag. Oh, sorry, ik dacht even na aankomen. Nee, deze even echt te noemen. Ja, de eerstvolgende manifestatie is zaterdag 19 juni in Haarlem. Ja, aanstaande zaterdag, mensen. Aanstaande zaterdag begint om 4 uur, Reinaldo Park in Haarlem. Het is een hele groot stuk grond waar we mogen staan. Blijkbaar is de omgeving niet al te mooi, maar het stuk grond is in ieder geval gras. Daar ben ik heel blij mee. Weiland, mooi hè? Weer. Ja. Het is een soort weiland zo. Gaan jullie daar maar staan? Maar we zijn er eigenlijk ook wel blij mee, want het is heel groot. En de vorige keer in Haarlem hadden we een beetje een pijpelaar, dus dan kan je niet echt naar buiten, waardoor mensen toch een beetje te veel op elkaar gingen
gingen klitten. En waar, we zitten nu in Haarlem. We hebben gisterenmiddag, eind van de middag, hebben we een gesprek met de burgemeester van Haarlem gehad. Wat heel bijzonder was, aan een enorme tafel in zo'n kasteelruimte met tapijt op de tafel zaten we heel ver uit elkaar te praten over, over zaterdag. Hmm. En het was echt een magisch moment, omdat ze ons zo serieus nemen en echt willen faciliteren. Maar het was ook een contractmoment. Dus ik ga ook wel zaterdag zeggen van, wij zijn echt niet overeengekomen. En als we dat doen, dan heeft ook de burgemeester ons woord. En daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens in ons hart. Ja, want ze willen dat we die afstand bewaren. Ja. Ja, we kunnen zeggen, dat doen we niet. Dan weten we ook, dan gaan ze het afbreken. Ja. En wij vinden het belangrijk dat sprekers gehoord worden. Nou, jullie waren natuurlijk bij de verboden manifestatie. Ja. Ik heb toen ook gezegd, dat doen we één keer en nooit weer. Ja. We waren al blij dat we toen op die prachtige plek konden doen. We hebben natuurlijk een magische dag gehad. Maar we hadden dat heel graag met heel veel mensen kunnen delen. Ja. Dus vandaar dat we dat contract wel zijn aangegaan met de gemeente Haarlem. Ja. Nou, wat stoer. Nou, heel mooi. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat, daar hebben jullie volgens mij ook veel mee te maken, is dat nu ook veel overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de politie, heel positief samenwerken. Laatst hebben we samengewerkt ook met Wiebe, ik ben even zijn achternaam vergeten, maar van de March for Freedom, als ik het goed zeg, de Global March for Freedom. Dat was, daar hebben wij ook al meegedaan toen in Amsterdam. Ja, en wat hij vertelde, en dat vind ik zo bijzonder, is dat hij heel erg goed contact heeft met de Amsterdamse politie. Die dus volledig hun medewerking geven. Dus het is ook, die lopen ook echt mee. Die lopen mee. En we zagen 10.000 mensen. Militairen liepen mee. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor mensen om te beseffen. Ja, dat, weet je, als je alleen de mainstream media leest, dan denk je van, nou ja, weet je, er staan 100 mensen op een veldje een beetje raar te doen. Dat is helemaal niet waar. En dus dit ging over 10.000 mensen. En er wordt niks, er staat niks, wordt niks over gezegd in het nieuws. Ja. Maar dat zijn geen klassieke wappies of zo. Maar dat zijn gewoon hele doorsnee. Zorgpersoneel, politie. Ja, zeker weten. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is echt heel, heel gaaf hoor. Want dat hebben wij zelf ook. We hebben echt vanaf het eerste begin in Utrecht hadden we heel fijn contact met de politie. Hadden we echt een hele fijne man die zei, nou, ik ben, ik weet niet hoe die heet, maar ik ben die en die. En ik ga jullie gewoon vandaag helpen. En als dat is, dan bel je me maar. En super tof. We hebben natuurlijk in Amsterdam, was het wel ietsje anders. Toen merkte je al wel, het was ook met mondkapjes hadden zij op. En toen merkte je wel dat zij een bepaalde opdracht gekregen hadden. Die niet per definitie misschien uit hun eigen hart kwam. Maar ze moesten wel bepaalde dingen volgen. Maar op zich was het ook, we hadden toen ook bijna geen politie in Amsterdam. Nee. In Haarlem in januari hadden we eigenlijk hele relaxte politie. Die waren echt, het was heel fijn om die daar te hebben. Nou, daarna werd het verboden. En toen we gisteren in Haarlem waren, hadden we ook contact met degene die over de veiligheid gaat. En die begon ook door te zeggen, en ook de burgemeester zei ook van, nou, we willen jullie echt een compliment maken. Want wij hebben eigenlijk zo fijn contact met jullie gehad in Haarlem de vorige keer. Hmm. En dat hebben we eigenlijk overal gehoord. Dat is heel fijn. En ik heb zelf het gevoel, als we het over een kentering hebben, dat daar wel een kentering begint te komen. Ja. Want ook bij Police for Freedom hebben we natuurlijk ook heel veel contacten met politiemensen die in het huidige korps zitten. Ook veel veteranen die met huidige mensen contacten hebben. Dus die groep begint ook echt wel uit te dijen. Supergoed. Ja, mooi. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, zeker. Ja. Ja, jij wilde nog een paar, hè? Nee, ik wil alleen even Robert bedanken, Robert Schavers, die dat stuk wat ik net vertelde over die Mike Yeadon, die vicepresident van Pfizer. Dat staat hier. Dus mooi, als je dat, met een link erbij. Met een link erbij. Dankjewel, Robert. Dat is echt heel super. Gaan. Als je dat nog niet gezien hebt, kijk alsjeblieft. Het is heel mooi. Echt een belangrijk ding. Ik vond het wel mooi. Dit is natuurlijk de Wise Tribe. En wij vragen altijd de mensen van, ja, wat is voor jou een tribe? En ik denk dat dat heel mooi aansluit bij Vrouwen voor Vrijheid. Dus ik wil graag die vraag nog bij je neerleggen en kijken wat je daar van vindt. Ja, dat is een mooie vraag. Gek genoeg voel ik meteen ook een beetje verdriet opkomen. Omdat ik ook wel mijn eigen tribe, zoals ik hem tot nu toe kende in mijn leven, dat ik dat ook wel echt mis. Dus ik heb ook in mijn eigen kring heel veel mensen nu even geen contact mee. Omdat die er gewoon heel anders in staan of die vinden mij te ver gaan of die worden er bang van, want ze mij ook kennen als iemand die heel gedreven is. En die hebben zoiets van, oh, dat is te veel of zo. Daar kan ik even niet bij aansluiten. Of ik heb zelf gezegd van, nou, ik heb iets te vaak het woord complotdenken gehoord. Dat ben ik echt niet. En
voor nu past het gewoon even niet. We krijgen geen energie meer van elkaar. Dus ik heb ook wel afscheid moeten nemen in die zin. Ik hoop niet voor altijd, maar voor nu wel even van mijn eigen tribe, zeg maar. Maar wat ik heel bijzonder vind, want dat was ik een beetje denken vanmiddag van, oh ja, hoe is het allemaal nou ontstaan? En dat ik dacht, oh ja, het voelt zo gestuurd van boven. Klinkt misschien een beetje vaag, maar bijvoorbeeld zo'n Romy Quint. Ik zag haar bij Sven Hulleman, die ik dan toevallig weer volgde. En dat ik dacht, oh, die ga ik eens bellen, want ja, ik herkende mezelf ook een beetje in haar. We hebben ook allebei hetzelfde postuur, groene ogen, een beetje van die heksjes, zeg maar, die klein van stuk, maar grote mond, weet je wel. Dus dat was heel fijn. Wij belden elkaar. We hadden meteen zoiets van, wow, ik ken jou al veel langer dan vandaag. En ze was ook meteen verkocht, zeg maar. Ze kwam er meteen ook bij. En zo hebben we gaandeweg de rit, hebben we eigenlijk heel veel mensen ook zo opgehaald op verschillende plekken, soms op manifestaties of demonstraties, soms via. En dat voelt wel echt als een tribe die bij elkaar is gekomen en die misschien ook wel eerder op een andere plek een afspraak heeft gemaakt van, hey, ik zie je dan en dan daar en daar. En dan gaan we met elkaar zo doen. Maar ook jullie, weet je, met jullie, maar ook met Nikos natuurlijk ook en Ferdinand van der Neut. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier op ons pad kwamen vallen. En soms ook op hele bijzondere momenten. We hebben ook bijvoorbeeld een tribe-lid, die kennen jullie ook, dat is Thijs, die heeft zijn eigen mediabedrijf. Ah, ja. En Thijs is echt een heel bijzonder verhaal, want we hadden eigenlijk problemen met iemand. Die had ons logo gestolen en die ging allemaal rare berichtjes sturen vanuit alsof hij een vrouw voor vrijheid was. En wij waren toen met nog een klein clubje vrouwen en wij dachten van shit, best wel relaxed, hè, die gast. En ik zag toen iemand telkens posten met een hele stoere kop in zo'n Telegram-appgroep, maar die had onwijs fijne, optimistische, intelligente post iedere keer. En ik dacht van, ik ga hem gewoon eens bellen om te kijken, wat zou jij nou als man doen? En toen heb ik hem gewoon een berichtje gestuurd van, ja, ik heb een hele rare vraag, mag ik je eens bellen? Nou, ik kreeg meteen zijn telefoonnummer en ik bel hem op. En we hebben anderhalf uur aan de telefoon gezeten. En hij zei, ja, ik heb een eigen mediabedrijf. Die rare vent was lang maar uit beeld. Maar ik zei, nou, wat doe je zondag? Want ik belde hem op dinsdag op. En op zondag hadden we onze eerste manifestatie. Hij zei, op zondag ben ik in Utrecht. En hij heeft echt een heel goed mediabedrijf. Hij had meteen alle camera's, statieven. Ja. Hij maakte prachtige filmpjes. En ja, door hem zijn wij ook zo groot kunnen worden. Ja. Had ik hem niet opgebeld, hadden wij nooit die kwaliteit van beeldmateriaal kunnen bieden. Magic. Ja. Ja, dus die tribe wordt echt als een soort van magneet aangetrokken. Ja. Er zitten hele leuke verhalen ook achter. Ook iemand die op het podium staat is Thiers van Beckham, is een oud burgemeester. En zijn vrouw die meldde zich aan als spaceholder. En hij zei ook, ga wel mee. Dus ik hoorde over een oud burgemeester, oud VVD-lid, die een hesje aan wilde zaterdag. Ik dacht, nou, die moet ik eens even spreken, want ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Ja. Dus ik belde hem en ik hoorde zijn verhaal. Ik zeg, oh, wil je alsjeblieft jouw verhaal op het podium komen vertellen? Want dit is zo'n onwijs mooi verhaal wat jij te vertellen hebt. Het was alleen maar een verhaal van licht en liefde en positiviteit. En nou, ik denk iemand die zoveel mensen kan upliften. Dus dat voelt voor mij ook echt als tribe. Zodat we naar elkaar toegezogen worden. En elkaar ook helpen als we elkaar nodig hebben. Dat voelt ook heel fijn. Ja. Mooi. Magische verbindingen dus. Heel mooi. Ja, zeker weten. Even op Veroes ingaan. Die zegt van, mijn hele hart ligt bij jullie. Maar er waren afgelopen zondag geen 10.000 mensen. Maar dit ging niet over afgelopen zondag. Dit ging over... Oh ja, dat was ook die grote demonstratie bij... Hoeveel zondagen geleden is dat? Ik denk een week of vijf, zes. Zeker. Zes geleden. Ja. 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 Dus nee, maar even om dat op te helpen. Ja. Veroes, dankjewel voor je steun. Tribe. Hey, en wat is wijsheid voor jou? Allerlaatste dan, hè? Als laatste. Wise tribe. Wise tribe. Wat een grote vraag. Ja. Ik zeg vaak tegen mijn kinderen van, wat zeg je navel? Mijn zoontje die had echt zo'n hele dikke buik. Dus echt zo'n klein babybuikje. En dan liep hij de hele dag zijn navel achterna. Als babytje, weet je wel. Die had echt zo'n eerst kwam zijn navel en dan kwam de rest. En het was heel mooi om te zien hoe hij bewoog en wat hij deed en wat hij voelde, wat de volgende stap was en hoe hij nieuwsgierig naar dingetjes was en hoe hij leerde. En ik denk dat voor mij is wijsheid ook dat je echt kan voelen van waar je navel jou naartoe brengt. En dat er een soort van nudging, een soort van duwtje soms voelbaar is van, oh, misschien is dit nu wel de juiste plek. Of heb je nu deze persoon even nodig of deze informatie even nodig om op te halen, om je iets te herinneren wat je eigenlijk al lang weet.
Maar dat via een bepaald kanaal wordt geactiveerd om weer even te herinneren, om daar weer even iets mee te doen. Wat mooi. En ik denk daar een wijsheid is voor mij ook dat je op zoek gaat naar informatie, dat je nieuwsgierig bent. Ik zei laatst tegen iemand die wel een beetje fel was, ik zeg, ja, maar nieuwsgierigheid en kritisch denken is voor mij echt een deugd en geen misdaad. Dus daar zit ook wijsheid in. Want ik weet het ook nog allemaal niet, maar ik wil het wel heel graag weten. Dus ik zoek nog heel veel naar informatie die ik nog niet weet. En ik heb ook heel veel geleerd van de World Freedom Alliance. Er zit ook Manneke Hellenberg bij. Nou, ook Dolores Cahill bijvoorbeeld, die ontzettend veel wijsheid heeft. En die dat op heel mooie manier ook wegleert aan ons. En ik heb ooit geleerd, iemand zei, dat was Tony Robbins bij zo'n heel groot event. Die zei, you have to learn like you're gonna teach. Je moet het leren alsof je de les in gaat geven. Hmm. Ik ben zo ook bij het brein terecht gekomen. Ik was gewoon gefascineerd door het brein. En ik volgde Bruce Lipton al een hele lange tijd. En ik verslond die boeken en zijn filmpjes. En ik dacht, ja, ik wil daar ook iets mee gaan doen ooit als ik later groot ben. Dan wil ik daar ook les in gaan geven. En nu doe ik dat. Ja, ik denk dat ik heel veel al wist, misschien al van binnen. Maar het moest nog wel ergens geactiveerd worden. Dus vooral die nieuwsgierigheid is als een kind zo nieuwsgierig en je navel daarin volgen. Dat activeert die portalen van wijsheid voor mijn gevoel. Mooi. Nou, blijven mooi leren dus. Mooi. Ja, altijd. Ja, ja, super. Ja. Nou, wat mooi. Dankjewel. Het vliegt voorbij met jullie zo, hè? Ja, het vliegt voorbij inderdaad. Nou ja, we kunnen ook nog een deel 2 doen natuurlijk. Ja. En misschien als straks dus een beetje duidelijk wat er gebeurd is. Ja. Is het wel leuk om eens met elkaar terug te kijken. Misschien wel met meer mensen van, hé, wat hebben we nou toch meegemaakt met elkaar? Ja, ja, heel mooi. Zeker. Heel mooi. Ik vind het ook leuk dat je zegt van, dat we straks zullen, dat beeld is natuurlijk heel goed, hè? Dat we straks met elkaar terugkijken en denken van, wauw, what a ride. Ja. Maar het is wel gelukt. Ja, en dan ook zo goed gedaan. Goed gedaan. Ja. Kantje boord, hè, Monique? Weet je nog? Het was echt langs de afgrond. Ja, ik denk dat we daar nu een beetje zitten, hè? Dat dat ook zo voelt. Nou ja, het is wel zo dat het echt twee kanten op kan vallen. Dat maakt het ook zo'n spannende film. Het kan echt nog steeds twee kanten op vallen. Ik geloof nog steeds in de magie. Absoluut. Zeker weten. En wat ik ook heel mooi vind, misschien even als laatste om mee te geven, is ook van, ik voel ook echt dat wij met elkaar dit doen. Ja, dus wij, als jullie even moe zijn, gaan wij even door. Als wij even moe zijn, dan pakken jullie even de handschoen op. Of Police for Freedom of Arts de COVID collectief. We doen het echt met elkaar samen. En we moeten ook rusten tussendoor. Want je kan niet doorknallen, want dan ga je stuk. Ja. Maar ik geloof er heilig in dat dit ons uiteindelijk zo ongelooflijk sterk gaat maken. En ik voel me ook nog langer na niet moe. Of dat ik denk van, oh, we moeten nog heel lang. En wat ik in mijn leven heb geleerd door alle hard times, is dat je hoeft telkens maar de moed aan te maken voor het volgende kleine stukje. Voor de volgende dag of de volgende week. Ja. En niet voor de komende 5 jaar. Want dat is veel te groot. Mooi. Dus zolang we dat iedere keer kunnen, komen we er gewoon met elkaar stapje voor stapje. Komen we er zeker wel. Ja, heel mooi. Wauw, wat een wijsheid. Dankjewel, lieverd. Ja, jullie dankjewel voor de uitnodiging. Gesprek. Ja, vond ik ook. Dankjewel. Oh. En dank ook voor alle vragen en opmerkingen. Ja. En iedereen die meedenkt en doet. Te gek. Dank jullie wel, lieve Wise Tribe. Ja, fijn om samen te doen. Ja. Okay. Zeker. Nou, tot snel. Tot zaterdag. Ja, tot zaterdag inderdaad. Ja, zeker. Ja. Tot dan. Allemaal. Doei. Dag allemaal. Doei.